Als je sterft, dan zal je voor God komen te staan. En als je voor God staat, dan moet hij als rechtvaardige rechter moet hij zijn wet handhaven. En het slechte nieuws is dat ieder mens op deze wereld gezondigd heeft. Iedereen heeft zijn wetten overtreden. Dus als rechtvaardige rechter zal er een oordeel zijn. En dat oordeel betekent dat je eeuwigheid niet met hem spendeert, maar de eeuwigheid van hem, ver weg van hem zal spenderen, in de hel. Maar daarvoor, omdat hij liefdevol is en dat niet wou, heeft hij zichzelf gedownload. Want God staat buiten de dimensie en tijd. Hij heeft zich gedownload in een persoon, in Jezus Christus, om naar de wereld te komen. Om te vertellen hoe de mensen moesten leven. Dat ze van de naaste moesten houden als van zichzelf. Dat ze niet in religie moesten wandelen, maar in een relatie met God. Hij deed vele tekenen en wonderen. Demonen werden uitgedreven. De zieken werden genezen. Om te laten zien dat de boodschap die hij vertelde, dat hij echt was wie hij zei dat hij was. Dat hij echt de zoon van God was. En uiteindelijk stierf hij aan het kruis om te betalen voor jouw zonde. Zodat de prijs weer betaald is. Zoals jij in de rechtbank staat voor de Heer, dat hij kan zeggen, oké, je bent schuldig, maar iemand betaalt de borg en je bent weer vrij. En daardoor kan de relatie dus met God weer hersteld worden. Het ontwerp wat Adam en Eva hadden, die hadden een relatie met God. Die waren open voor God. Maar toen zij kozen om op hun eigen verstand te leunen en zelf te vertrouwen op wat hun dachten wel, wat goed en slecht was. En God niet te vertrouwen, werd die relatie gesloten. En kwam dat virus eigenlijk in de mens, de zonde. En de zonde heeft ervoor gezorgd dat je leven er nu zo uitziet. Ja, het is simpel. Als jij naar God gaat en zegt, oké, God, ik heb jouw wet overtreden. Ik wil me bekeren van mijn zonde. Dan zoek iemand die je kan laten dopen in water, je oude leven begraven. Want zonde is het probleem, hè? Zonde is het probleem. En zonde zal er altijd voor zorgen dat je schuldig voor God bent. Dus de prijs van je zonde, je strafblad, die moet eigenlijk schoongeveegd worden. En dat schoonvegen kan alleen door wat Jezus op het kruis heeft gedaan. Dat kan niet door je eigen werken, dat kan niet door je goede daden, dat kan niet door iemand anders. Alleen Jezus kan je zorgen dat jouw strafblad wordt schoongewassen. In onze oude natuur zit zonde. Ook al weten we wat goed is, we doen slechte dingen. En daarom heeft God een oplossing gemaakt. Hij zegt, je moet opnieuw geboren worden. Dus je moet eigenlijk een nieuwe creatie worden. Een nieuwe natuur krijgen met nieuwe verlangens. En dus ja, bekeer je van je zonde. Laat je dopen in water. En word gevuld met de Heilige Geest. En dan ben je werkelijk wedergeboren. Dan ben je werkelijk een nieuwe creatie. Dus dan zal slechte dingen die je leven nou genot geven en die je plezier geven, die zullen je geen eens meer vervullen. Je wil het op Gods manier doen, want je weet en hij laat je zien waarom zijn wegen beter zijn. Net zoals een vader zijn kinderen beschermt tegen foute dingen, is God ook onze vader. En daarom heeft hij bepaalde regels en wetten om ons te behoeden en andere mensen te behoeden voor slechte dingen. Dus ja, dat is ook mooi als je God echt leert kennen en hem niet als een religie, als je breekt door religie, maar dat je hem ziet dat hij de levende God is, dat hij beter voor jou weet wat beter voor jou is, net als een vader beter voor jou is. En dat hij jou echt kan vervullen, dat die leegte in jouw hart, die kan alleen vervuld worden door degene die jou gemaakt heeft. Jij zei net iets over een map tegen mij. Hebben mensen iets aan? Ja, zeker. Mocht je nou geïnteresseerd zijn of vragen hebben, of je echt zo voelt van ik wil echt een nieuw leven met Jezus, ik wil een nieuwe schepping worden, een nieuwe creatie. Kijk dan even in de beschrijving, daar zie je een link met de map. Kan je iemand in jouw omgeving connecten? Die kan je helpen met de doop, die kan helpen met vragen die je hebt. En dan kan je echt een nieuwe reis beginnen, een nieuwe start, een nieuw leven. En voel je vrij. Ja. Misschien heb je wel een verslaving waar je niet vanaf komt. En denk je van, hey, ik heb hulp nodig, ik zoek iemand die kan me helpen. Deze boodschap heeft mij geholpen. Ja. Wij zijn vrij van verslaving, maar ook van slechte gewoontes en liegen, stelen, roddelen. Dus als je verslaving hebt en je hebt hulp nodig, check onderaan in de beschrijving. En we komen in contact met je. We helpen je. Of mensen die op je kaart staan helpen jou. Maar er is hoop. Sterf met Jezus. En sta op met Jezus in een nieuw leven.